een nieuw tijdperk leek te zijn aangebroken. Ik vermoed dat koningin regentes Emma in dit besluit een zeer grote rol heeft gespeeld. Zij wilde de natie weer opbouwen met het oog op haar dochter Wilhelmina. Er waren 3 Willems geweest, nou, die hadden het land niet echt... dat is ook zelfs. Emma wilde Nederland opbouwen. Ze wilde het volk aan het koningshuis binden. Ze wilde een eenheid scheppen, een natie smeden. En wat heb je dan nodig? Helden. Iets om te vieren. Van Heuts kwam dus als geroepen. Nou was Van Heuts niet van plan om een atje of later als gouverneur-generaal het braafste jongetje van de klas te zijn. Hij was niet van plan om elke avond de conventies uit Genève na te lezen of hij wel oorlog voerde op de internationale overeengekomen manier. Hij wilde winnen, op zijn manier, volgens zijn normen. En die waren heel anders dan wij nu acceptabel vinden. Hij wilde winnen en de gewapende vrede in stand houden. Wat mij steeds weer verbaast, zijn de tegenstrijdigheden uit het leven van Van Heuts. Die paradoxen, hoe kan je nou een land veroveren en toch met diezelfde bevolking gaan samenwerken? Hoe kan je nou willen gehoorzamen aan de kroon en de kamer en toch je eigen weg moeten gaan? De methode van Van Heuts was bouwen en breken. Een land opbouwen, het verzet breken.